ايو هذا ابراهيم واي واي ايو اختمان واي واي بصي بيتاج واي واي اكتيفيتاج واي واي نيجيتيفيتاج واي واي خين تيج فور واي واي الويخن دور واي واي براين فلو. Jawel, 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 jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ja vriend, ga je Bilal? Nee. Ja, normaal zijn jullie gewend natuurlijk dat jullie Bilal hier zien. Maar voordat we gaan vertellen wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen en weet ik wat allemaal, vergeet sowieso niet eerst te... abonneren. Of niet? Ja. Maar ja, vandaag zitten we hier man. Ik ben gelukkig om te vertellen dat ik hier een Spartaan heb en een Ajaxiet. Toch of niet? Ja. En jij speelt? Ik speel bij Ajax. Ajax. En je bent al een paar keer in mijn video's geweest. Ja, toen speelde ik nog bij Sparta. Ja, nou daar horen we zo meteen veel meer over. En achterin zit... Iet. Alles goed, Iet? Ja. Nou, we gaan nu eventjes in ieder geval gaan we Bilal ophalen. En we gaan er een topvideo van maken. We gaan sowieso nog wat ballen uitdelen. En dat doen we vandaag in Den Haag. Dus Den Haag, maak je schrap. We komen eraan. Alleen maar liefde. Aardig ditch. Yes, mensen, we zijn aangekomen. Ja, ja. Ja. Spannend of niet? Ja. Ben je benieuwd hoe Bilal gaat reageren? Ja. Nou, volgens mij zijn ze er niet, jongens. Nee, man. Hè? Kersa je. Kan toch niet? Nou. Bilal! Nou, dat was de video. Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Ja. Nou, we gaan even Bilal zoeken, jongens. Dit is niet best. Bilal, Bilal, Bilal. Nou mensen, sorry voor de wind. Maar ik heb een idee dat Bilal hier zou zijn. Want jullie weten, Bilal houdt van koffie, hè? Ja, zeker. Ja? Na u. Dank je. Oké. Kijk eens. Wie is dat nou? Je hebt me meegedaan, begraven. Wat doe jij hier? Hè? Ik heb familie meegenomen. Weet je wie dat zijn? Dia. En dat is Iet. Weet je waar hij speelt of niet? Waar dan? Ajax, ja! Hey, en Bilal. Maar voordat we naar Khadija gaan, gaan we eerst ballen uitdelen. Weet je waar? In Den Haag. In Den Haag. Oké, we hebben hem opgehaald, dames en heren. En we gaan even kijken. Daar is de auto. Nee joh, gek. Loop weer. Wat? Wat dan? Hé vriend, ik weet niet hoor. Maar dit kan niet zomaar. Kijk eens hoe blij die is. Jongen, jongen, die moet gewoon achterin. Wat moeten mensen doen, Bilal? Abonneren. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Ja, nee. Hallo. Hallo. Hey. En wij zeggen altijd. Dat is zo'n tijd. Positiviteit. Wat ben je nou aan de mannen doen? Jawel, jawel, hier zijn we weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Jullie weten wat we hier gaan doen, hè? We gaan gewoon ballen uitdelen, toch? Ja, toch? En jullie weten ook waar we rekening mee moeten houden. Kinderen. Ja, we moeten kinderen zijn. Utrecht. Ja, niet aan... Wat zeg jij nou weer? We hebben hier Bilal 2.0. Wat doe jij nou? Vind jij hem lief of niet? Ja? Oké, zijn we klaar voor of niet? Ja. Ja? Oké, let's go. Bijna. 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 Nee joh, gek. Hij is bij Ajax. Nee joh, gek. Nee, die kant, die kant. Hey. Kom, lopen. Nou, het begint gelijk al goed. Deze kant. Doei. Nou, dat gaat niet goed dan. Bilal, nee. Nee, kom. Bilal, kom. Kom, hè. Loop je gek. Oké. Wie kiest de eerste uit? Iet, kiest jij de eerste uit? Ja, oké. En waar ga je rekening mee houden? Dat ze toestemming vragen of ze een bal willen. Ja. Ze
moet onder de 12 jaar zijn. Maar wat voor kind moet het zijn? Heb jij een idee wat voor kind het zou moeten zijn? Een jongen of een meisje onder de 12. Wat gaat hij nou doen? Hallo, hallo, hallo. Nou, de eerste bal gaat naar dame. Oké, maar wacht eens even. Volgens mij ben je wat vergeten, jongeman. Jongen, 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 jongen. Je moet wel scherp blijven, hè? Hé. Hey. Je moet een handtekening opzetten. Ik heb geen handtekening. Heb je geen handtekening? Mogen wij vragen hoe je heet? Jij wordt een echte stem. Katie. Katie. En jij komt uit Den Haag? Nee. Nee, niet uit Den Haag. Waar kom je vandaan? Maassluis. Maassluis? Ja. Dat zit vlakbij Rotterdam. Ja. He? Rotterdam. Ja. Overhandigen maar. Ja. Zo. Zo. Nou, dankjewel. Hey, wij wensen je heel veel plezier, heel veel succes. Ja, en zet hem op, hè. En bedankt voor die prachtige bal. Geen enkel probleem. Alleen maar liefde. Ja, alleen maar. En later ga je wel zeggen dat je ons kent, hè. Ja, ja. Ja. En je eerste handtekening, hè? Ja. En hoe oud ben je? 9. 9 jaar en eerste handtekening. Was dat ook jouw eerste handtekening vandaag? Of heb je hem al eerder... Nee, ik heb hem eerder uitgedeeld. Oh, jij bent al een beetje gevorderd. Even kijken. Waar moet hij aan voldoen? Kijk, we hebben net een meisje gehad. We hebben net een meisje gehad, ja. Nu een jongen. Nu een jongen. Hallo, hallo. Wat doe je doen? Ik ga ballen. Wat? Wat doe je? Wat ga je doen? Final. Ah ja. Nee joh, gek. Nee joh. Nou, hou aan die luipen. Brein. Weet je wat hij zegt? We zitten hier vlak voor de Douglas. Wat wil jij? Wat wil je? Hij wil deze. Begrijpen jullie wat hij bedoelt met deze? Ja. Nee, joh, gek. Nee, helemaal niet voor. Let op, Milo. Jij hebt hier een bal, hè? Wat dan? Nee, wat ga jij doen dan? Wat ga je doen dan, joh, gek? Nee, joh, luiper. Ga je eens even staan, je gek. Kom. Jongen. Kan jij een bal tegenhouden die Milo op jou schiet? Nou, we gaan het even proberen. De keeper van Sparta, dames en heren. Gaat hij deze bal tegenhouden? Ja, nee, joh. Met je voeten, joh. Wat ga je dan met je handen? Met je voetbenen, joh. Psst. Nou, hij is toch helemaal niks, Milo. Dat was helemaal niks, hè? Yo, hoi hoi. Je ziet hier gelijk al politie. Jij loopt hier in de stad en gelijk al. We hebben al 7 agenten gezien. Wauw. Is het kopen? Nee, joh, gek. Kijk, je moet een kind blij maken, vriend. Eén. Nee, helemaal geen één. Jawel, jawel. We zijn weer. Alles goed, jongen? Ja, goed zo. Ja, rustig, man. Maar even over vandaag. Je hebt een dikke wedstrijd achter de rug. 3-1 gewonnen van Utrecht. Heppa. Ja, eerste helft 1-1. Toen hadden we nog penalty gekregen, gescoord. En tweede helft gingen we er bovenop. Maar hoe ben je begonnen eigenlijk? Eerst nog bij Rodenburg. Ik denk een halfjaartje of zo, maar toen vond ik voetbal niet leuk. Toen heeft mijn vader me eraf gehaald. En toen ging ik weer met mijn vrienden gaan voetballen. Toen speelden ze bij de Gedun en ben ik ook daar naartoe gegaan. Dus in het begin vond jij voetbal eigenlijk helemaal niks? Nee. Niet met teamgenoten en zo. Nee, joh. Ja. Maar dus je zag ook niet dat je wel wat met een balletje kon? Nee. Oh, oké. Dat is grappig. Laat me raden, je bent op judo gegaan. Ja? Tot met 12e, denk ik. Dat is geen grap met jou? Nee, is lang geleden. Maar judo en voetbal, dat gaat heel goed samen, hè? Ja, als je wordt getackled of je valt of zo, heb je goede landing meestal. Ja, hè? En je weet ook hoe je een beetje die schouderdeel heel goed kunt gebruiken. Ja, af en toe. Of hou jij niet zo van die duels aan? Nou, als het moet, dan moet het. Dan ging je verder voetballen bij Lugdunum. Dat zit in Leiden voor jullie de kennisgeving. En toen? Nou, ik vond het gewoon leuk daar zo. Speelde veel, veel gescoord. En toen kwam mijn scout naar mijn vader toe. Die vroeg of ik wel stage loop bij Sparta. Je vader was helemaal door het dolle heen? Ja. Of was hij wel een beetje kalm? Ik weet niet. Ik weet niet wat zijn reactie was. Wat was jouw reactie eigenlijk? Eerlijk gezegd, ik wist niet wat Sparta was. Maar toen ging hij het uitleggen dat het een profclub was, dat ik mocht mee trainen en dat ik mocht kijken of ik daar aangenomen zou worden. Dus ik vond het wel leuk. Dus toen had je wel het gevoel van oké, dit is wel iets speciaals. Ja. Maar je moest iedere keer wel weer reizen van Leiden naar Rotterdam. Ja. En dat is behoorlijk wat. Vooral hoe laat train je ongeveer? 5 uur denk ik. Ja, de spits gewoon. Ja. En wie bracht je dan, je vader of je moeder? Meestal mijn moeder. Bijna altijd mijn moeder. Tot en met onder 13.
En dan moesten ze in de kou wachten tot je klaar was en dan... Trainen, kijken hoor, van de kantine. En dan, dan was je back af volgens mij, of niet? Gelijk je bedje in, gelijk slapen. Thuis eten, slapen. En op een gegeven moment uitgegroeid tot echt een belangrijke speler. Ja, ik was aanvoerder in de onder 15, maar we hadden wel een leuk team. Ja? Goed team. En wat maakte het team zo leuk? Gewoon, we konden alles tegen elkaar zeggen, maakte grappen over alles. En iedereen pikt het van elkaar ofzo. Ja, maar de mensen die zien jou nu en die denken, dit is wel een hele rustige jongen en serieus, dan maak je grappen en zo. Maar we zien Iyad, die is een stuk drukker dan wat jij bent. Tegenovergestelde. Ja, hè? Grappig. En jij lijkt op wie? Op je vader of op je moeder? Ik denk meer op mijn vader. Mijn vader is zo een beetje rustig aan. Niet te snel gek doen? Nee. En Iyad lijkt me wat meer op je moeder. Het is wat drukker. Een beetje pittig. Pittige tante? Ja. Ja, een pittige tante die maakt eigenlijk de koning, hè? Ja. Brian Vlogs. En hoe heet jullie? Ik heet Bram. Bram? Ja. Hij heet Bram. Dat is Brian bijna. Brian. Ja, maar dan Bram. En jij heet? Luc. Luc, zit je aan voetbal of niet? Ja, Luc gaat wel op voetbal, maar ik niet. Maar hebben jullie wel je zwemdiploma? Ja, Bilal. Ja. En Luc moet eerst zijn zwemdiploma nog halen. Ja. Ja, dat is wel heel verstandig. En Bilal, ben jij gek op zwemmen of niet, Bilal? Ja, Bilal die zit heel wat anders, die zit in deze stroomwagen. Ja. Ja, maar Bilal, we zijn hier. Ja, maar hebben? Ja. Hij zegt dankjewel. En dan zeg jij alsje? Alsjeblieft. En dan lijkt me ook nog handig als er een handtekening op komt, of niet? Ja. Dames en heren, is de tweede handtekening van zijn leven al. Ja. Derde. Oh, derde, sorry. Ik was niet zo scherp. Ja. Ja, en Bilal, jij moet ook nog een handtekening zetten. Utrecht, hè? Nee, joh, geen Utrecht, joh, gek. Jongen. Ja, oké. Okay. Utrecht. Nee, joh, geen... Utrecht. Nee, joh, gek. Ik trek me terug als ik denk aan mijn lijf. We zetten herres in die pens in de night. Snelle leven, gedrag, ik heb scheid. You only live once, beter zorg je dat je draait. Ik trek me terug als ik denk aan mijn lijf. We zetten herres in die pens in de night. Snelle leven, gedrag, ik heb scheid. Jammer, jonge mensen. Hier is Baba Khadija. Nee, is het. Gek. Wie? Waarom doe je gek? Ah. Baba Khadija. Clip, clip, clip. Wie er gaat er eens? Baba Khadija. Milo, vond je het leuk in de stad ballen uitdelen? Maar je hebt het nu in ieder geval zin in je, naar je zin bij Ajax. Ja, heel veel. Maar besef je wel dat het zomaar zou kunnen zijn dat jij binnen nu anderhalf jaar, twee jaar gewoon... Misschien per toeval een keer bij Ajax 1 zou kunnen spelen. Ja, ik hoop het. Dat kan gebeuren. Maar ja, altijd hard blijven werken. Ja, hè? Dan gewoon wachten op je kans. Maar dat zou toch wat zijn? Zeker. En dan dat mensen in een keer... Dia! Dia! Dat zou toch ziek zijn? Wie is jouw grote voorbeeld als speler? Ik denk, die ik echt de beste vind ik Messi. Alleen waar ik meer op lijk is, denk ik, Mbappé. Ja, een beetje die grote stappen en zo. Nou, niet zo. Alleen gewoon die diepte en zo. Van die snelheid, misschien nog Leroy Sané, maar dan aan de rechterkant. Ja, hoe laat sta je op ongeveer? Op een normale dag 7 uur en op dinsdag 6 uur. 6 uur? Ja. Dan moet je de bus pakken, van de bus ga je naar Leiden Centraal. Ja. Van Leiden Centraal ga je naar Amsterdam Centraal? Ja, Bijlmer Arena of Duivendrecht. En dan? Meestal staat er een busje die ons dan brengt naar Ajax. Of als je iets later bent of zo, moet je gewoon gaan lopen. En we hebben vorige week ook een fiets gekregen. Oh, serieus? Ja, dus kan je gewoon fietsen. Oh, dat is wel gruwelijk. Ja. Ajax fiets of zo? Een swapfiets. Swap? Een swapfiets. Wat is dat? Ik weet niet. Oh, je hebt nog geen gebruik van gemaakt? Nee, nog niet. Het staat gewoon nog bij Ajax. Maar een swapfiets, wat moet ik aan denken? Het is gewoon een normale fiets, toch? Gewoon een normale fiets. Swapfiets, ja. Ik heb nog nooit van een swapfiets gehoord. Jongens, ik weet niet hoe mijn hielen zit, maar ik heb in ieder geval een... Maar het is een elektrisch fiets? Nee. Gewoon normaal. Oh, oké. Ja, ik weet niet. Zo'n OV-fiets? Nee, ook niet. Gewoon zo'n fiets. Nou, ik kijk even mee wat een swapfiets is. Maar goed, hoe belangrijk zijn ouders in dit hele proces? Heel veel. Goede, slechte momenten. Gaat het goed, zeggen ze dat je het goed doet. Gaat het slecht, zeggen ze wat er beter moet doen. Of speel je een slechte wedstrijd, dan zeggen mijn ouders dat ook gewoon. Ja, zijn ze gewoon open en eerlijk over? Jawel. Maar doe jij nog wat thuis of... Af en toe. Als mijn moeder zegt, ja, ga dat doen, dat doe ik het wel. Dit gaan we even nachecken, hè? Dit gaan we verifiëren. Ja, dat snap je natuurlijk wel, hè? Maar af en toe dan help je wel een beetje thuis.
Moeders zijn natuurlijk super bijzonder. Het lijkt me een mooi moment om iets tegen haar te zeggen. Nou, mama, ik ben heel erg blij met jou. Voor alles wat je voor me doet. En, ik hoop nog wat je voor alles voor mij gaat doen. Je helpt me met alles, met goede, met slechte tijden. Je staat altijd voor me klaar, kan altijd tegen je praten. En ja, ik hoop gewoon, ja, geen woord eigenlijk. Nou, we zijn familie van elkaar. Maar ik kan bij lange na niet zo goed voetballen als hoe Diyadin dat kan. Wat ik gewoon echt heel mooi vind aan Diyadin is die bescheidenheid. Sommigen zullen kijken naar de video en denken, hey, die is wel echt heel rustig. Maar bescheidenheid siert de mens. Dus maakt niet uit wat jij in het leven bereikt. Als jij gewoon bescheiden bent, dan komt die aanzien toch wel. Dan krijg je die charisma. Uiteindelijk word je gewoon charismatisch. En dan respecteren mensen je wel. Dus je hoeft niet heel gek te doen om erbij te horen of wat dan ook. En deze jongen weet dat super ver te schoppen tot nu toe. En het kan alle kanten opgaan. En mocht het bij voetbal verkeerd gaan, nou, dat is eigenlijk wat Ajax ook zegt. En gelukkig ook andere BVO's. Van dat school ook super moet gaan. En als jij dan gewoon bezig bent met HAVO, dan vind ik dat echt oprecht knap. En je bent echt een groot voorbeeld. En ik hoop dat heel veel mensen hier wat van meenemen. Dat getuigt van respect. En dat is voor mij al een succes. Dus voor mij hoef je niet in de arena. En als je een keer in de arena, dan wil ik een keer een kaartje. Wil jij nog iets tegen jongeren zeggen of zoiets? Iets wat je denkt, hey. Als je droomt en je wilt er echt voor gaan, ga er dan gewoon voor. Dan kan het sowieso lukken. Maar je moet wel altijd hard blijven werken. Alleen maar? Alleen maar liefde. Mensen, voordat ik verder ga, vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Vergeet niet op blauwe duimpje te drukken. Toch of niet? Ja. Ah, afgesproken. Duimpje omhoog. Ja, toch? Ja. Dat gezegd hebbende, jongens, ik wil jullie oprecht bedanken voor de toffe dag. Ja. Echt een leuke dag. Ja? Heb je een beetje genoten? Ja. Echt heel veel. Maar wat kan je hierover vertellen nu je zo'n dagje met ons hebt meegemaakt? Vermoeiend. Ja? Maar Pilo maakt het wel heel leuk. Ja, hoe vond jij het? Ja, heel leuk. Ja? En kan die wat eten of niet? Kan die gewoon eens eten? Ik kan heel veel eten. Volg hun ook op social media, op Instagram. De link in beschrijving. Dus gewoon doen. Want inshallah, dan worden met Gods wil, gaan zij er komen. En dan kun je die hele reis daar naartoe kun je volgen. Ja, toch of niet? Ja. Gaan we doen. Hey, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Abiyachi. Love naar jullie. Abiyachi. Maar doei. Doei. Doei.